Ik ben Pieter, ik ben 14 jaar en ik heb MS sinds februari 2012. Toen ik het te horen kreeg, werd het gewoon één op één verteld. En ja, werd er gewoon uitgelegd precies wat het was. Toen was ik niet echt geschrokken, omdat ja, door alle onderzoeken wist ik al een beetje dat het eraan zat te komen. Ik ben eraan gewend, want ik heb nu ook medicijnen. En ja, als ik vragen heb, kan ik gewoon bij Sarita komen. Ik heb nu de klachten, vooral veel vermoeidheid. En ja, dat is dan ene keer wel, andere keer niet. Als ik vermoeid ben, doe ik sommige dingen niet. Maar ik probeer wel nog zoveel mogelijk dingen te doen die ik leuk vind. Ik ben scouting blijven doen, want dat is gewoon mijn hobby. En dat vind ik leuk. En ja, gewoon met mijn rat spelen. En dat soort dingen. Er zijn geen dingen die ik niet echt meer kan. Omdat, ja, nu heb ik geen shoop meer. Dus ja, nu kan ik gewoon alles wat ik kan. Maar ik kan het soms niet zo lang achter elkaar. Shoop is een aanval van, bijvoorbeeld, ik had last van mijn oog. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. Bijvoorbeeld geen gevoel in je vingers. Tintelende vingers. Vermoeide benen. Ja, bijna echt van alles. Alles werkt met zenuwen. Ik denk er niet echt over na hoe het de komende jaren zal zijn. Want ja, het loopt zoals het loopt. Want je weet toch nooit bij MS hoe het loopt. Op school heb ik verteld dat ik MS heb met mijn mentor en mijn begeleidster. Op scouting ging het gewoon van ja, wat is er? Want je bent zo vaak weg. Dus toen heb ik het ook gewoon verteld. En mijn vrienden die denken nu zo van ja, we gaan door. Ja, verder merken ze er niet echt wat van. Ja, aan mij merk je ook niet echt dat ik MS heb. Voordat ik te horen kreeg dat ik MS had, deed ik wel nog aan sport. En dat was taekwondo, een soort van vechtverdedigingssport. Ik doe zelf nu ook nog aan sport. En dat is waterpolo. Maar waterpolo lukt nu gewoon. Sinds ik het weer beter gaat en minder vermoeid, lukt waterpolo ook gewoon. MS heeft invloed op ons gezin ook wel. Om, als we naar het strand gaan of zo, kan ik minder lang lopen. Of met mijn broertje kan ik minder lang spelen, dus dan moet ik steeds een rust nemen. Ik heb nog een tip voor de mensen die hier ook komen. Ja, blijf vooral genieten van het leven. En zet stap voor stap voet, ook al gaat het niet zo snel.